in het verhaal beschrijven we hoe Winterswijk eigenlijk tot stand is gekomen tot het dorp wat het nu is. Ja, historisch gezien, maar ook vanuit een ruimtelijke perspectief. Het beschrijft ook bepaalde kenmerken van Winterswijk. En het allerbelangrijkste in het verhaal van Winterswijk, daarin beschrijven we een aantal opgaven die we de komende tijd verder met elkaar moeten gaan uitwerken. Want we staan als Winterswijk best wel voor wat uitdagingen voor de toekomst. Nou, dat is wat we in het verhaal van Winterswijk beschrijven in de stadnotitie. Aan de ene kant hebben we gekeken van wat zijn de demografische ontwikkelingen in Winterswijk. Nou, we zien dat we als gemeente geen actie zouden ondernemen, dat hier veel sprake is van vergrijzing. Dus mensen die ouder worden. Maar we zien ook ontgroening. Hier staat het op papier als immigratie. We zien ook dat de jongeren wegtrekken. Als jongeren gaan studeren, dan komt er een beperkt deel weer terug. En het lijkt ons goed als we zoveel mogelijk jongeren hier voor Winterswijk willen houden. Dat is bijvoorbeeld een van de kernopgaven die we in Winterswijk hebben. Een andere kernopgave is gastvrije Winterswijk. Wij hebben als voorbeeld een centrum met voorzieningen voor 70.000 mensen. We hebben een heel uitgebreid centrum. Winterswijk heeft kleine 30.000 inwoners. Dus we trekken veel mensen aan. En dat is heel goed. Dus voor onze economie is dat ontzettend goed. Hè. We zijn erg afhankelijk van toeristen, van dagjesmensen, van Duitse bezoekers. En dat brengt ons op wat. Want dat maakt ook dat dat het economisch goed gaat bij ons. Ja, maakt ook dat we hier de voorzieningen hebben zoals we die op dit moment hebben. En een derde kernopgave is genoemd het visitekaartje van Winterswijk. Ja, dat heeft te maken met hoe wij ons presenteren naar buiten. Hoe zetten we ons lokaal weg, maar ook in de regio en landelijk. Nou, dan hebben we een heel uniek landschap hier in Winterswijk. Nou, we hebben ook een bijzonder centrum. Nou, in de Duitse media wordt Winterswijk wel eens als voorbeeld genoemd, ook met de warenmarkt die we hier hebben. We zijn dan wel een dorp, maar we hebben ook stedelijke voorzieningen. En dat is ook wel iets waar we echt wel trots op zijn. En wat we ook wel als Winterswijk vinden dat we nodig hebben, want we liggen niet midden in het land. Dus qua bereikbaarheid hebben we ook wel andere uitdagingen. Nou, het verhaal van Winterswijk is een heel mooi stuk geworden. Dat beschrijft de kernopgaves en dat beschrijft ook een aantal deelopgaves. Waaronder een attractief groter kerngebied. Nou, we hebben het vaak over het centrum, dan is het winkelcentrum. Maar daar om het winkelcentrum heen, daar liggen ook gebieden met heel veel kansen voor ontwikkelingen. Nou, denk aan de spoorzone, maar ook de Wermerbeek, zeg maar. Daar is ook een mooie zone waar je in de toekomst mooie ontwikkelingen zou kunnen doen. Een andere deelopgave is meedoen in Winterswijk. Hoe zorgen we dat we die sterke sociale basis hier houden in Winterswijk? Denk aan het verenigingsleven. Aan de muzieklessen en de muziekverenigingen. Hoe zorg je dat iedereen mee kan blijven doen? De derde opgave is leefbaar en prettig wonen in de kom. Op dit moment is er nog steeds sprake van woningkrachten in de gemeente Winterswijk. We zijn hard aan het werk met onze plannen. Voor de komende jaren willen we 900 woningen gaan bouwen. Maar het gaat niet alleen om de aantallen, maar wat voor type woningen willen we dan in Winterswijk? En we hebben wat voor type inwoners wil je aan gaan trekken? Wil je richten op jongeren, op gezinnen of op oudere mensen? Maar dat vraagt ook iets van het type woningen. En dat is iets wat we dus in het vervolg willen gaan uitwerken in de omgevingsvisie. Een groen en levend dorp. Nou, dat is denk ik een opgave die voor jullie ook niet als verrassing komt. Op sommige plekken is er best wel het nodige aan verstening. Dus is vergroening wenselijk ook. In het kader van klimaatadaptatie en hittestress. Het is gewoon fijner wonen als er groen dicht bij de deur is. Een vijfde opgave is economisch veelzijdig vitaal. We hebben hier een aantal sectoren die sterk vertegenwoordigd zijn in Winterswijk. Denk aan de maakindustrie, met de handel, maar ook de bouwnijverheid. Denk aan de recreatiesector, de toeristische sector. Maar ook de landbouwsector die ook met het coalitielandschap best wel uitdagingen heeft, maar wel heel efficiënt met het landschap weet om te gaan. En om in de toekomst ook economisch veelzijdig vitaal te kunnen blijven, is er ook ruimte nodig voor groei in balans met het landschap. En dat maakt ook dat een opgave is voor de toekomst.
En de allerlaatste opgave die in het verhaal van Winterswijk staat vermeld is de Winterswijkse duurzame mobiliteitsopgave. We hebben ook afspraken op het gebied van CO2-uitstoot. En ja, aan de ene kant zou je als gemeente wellicht willen dat het autogebruik wat minder wordt. Maar aan de andere kant ben je dus als gemeente ook wel heel erg afhankelijk van de mensen die van buiten deze kant opkomen. En zul je ook goed bereikbaar moeten zijn. Nou, we hebben het ook al even, de vergrijzing heb ik ook al even aan de orde gesteld. Dat het ja, voor sommige mensen, hè, als je toegankelijk wil blijven als dorp, dat ook daar goede bereikbaarheid heel erg belangrijk voor is. En dat zijn opgaven die elkaar soms kunnen schuren. En waar we ook nu op dit moment het antwoord nog niet op hebben. Maar dat is wel waar we de komende periode mee aan de slag gaan. Ja, hoe willen we daar in de toekomst mee omgaan? Dus wat we gaan doen in het vervolg is om zaken die elkaar gaan schuren, die botsen, die gaan we in beeld brengen. Ook door middel van botsproeven, zo hebben we ze genoemd. En dan gaan we op basis daarvan een keuze maken van ja, gaan we linksaf of gaan we rechtsaf. Het is een lange termijn visie. De peldatum is dat de stip op de horizon is 2040. Dus daar werken we naartoe de komende jaren. Alles heeft een verband met elkaar. En, ja, dat komt in deze omgevingsvisie, ja, komt dat allemaal samen. Een aantal zaken heeft u al ontdekt of heeft u al ingevuld, hè? Denk aan centrumvisie, museumvisie. Ja, we hebben best sluiten wel die ook naadloos aan dit plan? Ja, we hebben best wel een aantal visies liggen inderdaad. Bijvoorbeeld ja. De centrumvisie. Nou, dat is ook een visie die wat meer hoog over is gemaakt. We hebben natuurlijk ook een groen structuurvisie, klimaatadaptatiestrategie. Vorige week is in het college ook een visie op bewegen, ontmoeten, spelen en sporten. Nou, we hebben een visie op het sociaal domein, hè. Er komt wel een nieuwe visie, maar we hebben een heleboel visies. En de omgevingsvisie is wel de paraplu. Dus alles wat recent is vastgesteld en nog actueel is, dat zal erin passen. Soms merken we ook dat beleidsdocumenten elkaar gaan schuren. En dan is het aan ons om in beeld te brengen van ja, waar schuurt het? En hoe gaan we dat prioriteren? Hoe gaan we dat wegen? En daarvoor zal het college ook een voorstel doen naar de raad. Van ja, hier zien we dat belangen elkaar gaan schuren. Zegt u maar raad, welke kant wilt u op? En dan vragen we aan de raad om richting mee te geven. En dat doen we onder andere via de botsproeven. Ja. Maar we gaan niet alles opnieuw bedenken, dus er is ook al heel veel.